De samenvatting van UNA Quick 20 wordt mede mogelijk gemaakt door de supportersvereniging van UNA. UNA Quick 20 was een confrontatie tussen de nummer 3 en de nummer 17. Quick 20 staat op gelijke hoogte met OJC Rosmalen. En die club kent UNA nog van vorige week, waar in Rosmalen met 2-0 werd verloren. In de basiself zien we de terugkeer van Mart van de Gevel en Niek van Boekel. Beiden waren lange tijd uit de roulatie, maar zijn inmiddels weer fit. UNA had het lastig in de openingsfase om een gaatje te vinden in de verdediging van Quick 20. Hier strandt een aanval en de bezoekers uit Oldenzaal kunnen hier counteren als de bal komt bij Frank Ulderink. Hij wordt niet aangepakt, gebruikt zijn snelheid, ziet in het midden Melvin Degenaar over het hoofd, maar zijn inzet gaat erin en zo staat Quick 20 vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong. En dat op het moment dat de regen met bakken uit de lucht komt. UNA had in het begin moeite om kansen te creëren. Hier wel een vlotlopende aanval. De bal komt bij Tom Schepers op het hoofd van Jelle Schijvenaars. Maar die bal gaat een metertje over. Volgende aanval en een corner via Nick Tielemans. Hij legt hem panklaar op het hoofd van Sjors Paridaans. En zo is het na een half uur spelen 1-1. Goede voorzet van Nick Tielemans en de kopbal valt heerlijk binnen in de hoek. Voor rust zou weinig meer gebeuren. 1-1 dan ook de ruststand. Hier een bal van Scheerlink op Brian Bogers. Haalt verrassend uit. Via een been van de verdediger komt hij in het zijnet. UNA ging natuurlijk op jacht naar de 2-1 voorsprong. Maar ook Quick 20 zou kansen krijgen. Steekbal hier van Stolker op Jasper Ewoud van Bremen Snyder. De man met de langste naam waarschijnlijk in de derde divisie schiet op de lat. Moment voor UNA om gas bij te geven met hier een schot van ver van Niek van Boekel. Maar zijn inzet wordt gestopt door doelman Giel ter Braak. Het zou een van de laatste acties van Niek van Boekel zijn. Hij wordt 20 minuten voor tijd gewisseld voor Teun Sebrechts. Hoekschop dan voor UNA als de druk op het doel van Quick 20 toeneemt. Aanval lijkt te stranden, maar goede tackle van Tom Schepers. Nick Tielemans stond daar nog van de corner, houdt het overzicht, ziet Sebrechts in het midden staan en de invaller die net een paar minuten in het veld staat zorgt voor 2-1. Nick Tielemans houdt het overzicht en heel beheerst schiet Sebrechts de 2-1 tegen de touwen. De 2-1 doet zeer bij Quick 20 en er ontstaan ruimtes voor UNA. Hier Mart van de Gevel. Probeert het heel mooi te doen met een lop over de doelman, maar de bal is net te hoog. Zou een heerlijke goal zijn geweest voor de man die er zo lang uit lag. 5 minuten voor tijd opnieuw een aanval van UNA. Van de Gevel op links. Legt hem terug op Tielemans. Keeper staat ver voor zijn goal en dat heeft Tielemans gezien. En een heerlijke uithaal bepaalt hij de eindstand op 3-1. Keeper staat iets te ver voor zijn goal, maar het schot mag er zijn. Heerlijke goal van Nick Tielemans. En zo wint UNA deze wedstrijd met 3-1. Ik ben allereerst gewoon blij dat we winnen, man. Ik bedoel, we hebben nu 4 wedstrijden gespeeld, 3 verloren. Ja, ik heb het eigenlijk vorige keer ook gezegd, thuis de Hercules. Het draait maar om 1 ding en dat is winnen. Kijk, je ziet gewoon dat wij zoekende zijn. Je speelt tegen een ploeg wat ook slechte windstop uit te komen, maar die wel vol overgave speelt. Ja, de eerste moment dat hun weer voor onze goal komen, is het een goal. Snap je? En dan merk je dat weer iets gaat doen. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik vooral blij ben dat we hebben gewonnen. En vooral trots ben dat we ons mentaal hebben kunnen verweren tegen een tegengoal. Maar dat we vervolgens ook gewoon hard zijn blijven werken. Ondanks dat voetballen niet altijd goed was, is het op dit moment belangrijk dat we gewoon vertrouwen winnen. Ja, altijd fijn voor een trainer als er 2 sterkhouders in de personen van Niek van Boekel en Mart van de Gevel weer terug zijn. En dan heb je ook mogelijkheden om iets te doen vanaf de bank door Teun te brengen.
Ja, nou ja, precies, zegt denk ik genoeg. Hè. Als jij Teun hebt, maar dan heb je ook Rob van Boekel. En dan hebben we het over een Sil en een Twan, Lex, die zitten nog op de bank. Dus we hebben nu mogelijkheden om te wisselen, maar vooral ook om concurrentiestrijd aan te gaan. En vergeet Niek van Boekel nog. Ik bedoel, die was er vandaag ook weer bij. Dan zie je dat er ervaring en fysiek bij komt. Nou, die is conditioneel niet op het niveau natuurlijk wat hij moet zijn. Maar ik bedoel, we hebben mogelijkheden, maar vooral we hebben gewoon met z'n allen vandaag laten zien dat we weer... Dat we mee willen doen.